Ja, maar. Hè? Nee, we gaan nu pakken voor jezelf. Hier. Zo. Want Dave had de kade. Ja, ik dacht, en dan is het gewoon zo. Zo, papa, moet ik hem de geleiding mee? Ja, we gaan ook het water om. De geleiding gaat ook het water om. Dit hoog en dan naar beneden toe. En dan is het even los. Ja? Moet je daar even zitten, in de laatste. Dit is het. Je houdt het ook voor je. Oogje altijd naar je toe. Dit moet dat het meest waar zijn. Ja? Dus als je peddelt, doe je zo. En dan draai je hem een beetje en zo. Draaien, zo. Ja? Oh, dit is leuk! Ja, mijn telefoon en... Hij is veel moeilijker dan elkaar. Ja, het kan ook van die kluis.
Nee, jezelf.
Nee, want deze neemt die kinderen mee, want de patiënt is nog niet goed. Wie deed? Nee, straf. Ik heb straf. Je kan wel over die centen rollen nu. Je kan wel over die centen rollen nu. Boskanos! Ja, boeit niet. Als je praat, wil je niet vragen. Zeker, als je het invalt, ga je niet helpen, dat ik ja, echt weten, hè? Het begint daar al, Paul Perron. Het is echt rond, hè? Dat is heel lang. Vijf. Had je een stapje te doen? Nee. Dat is echt goed. Dat is wel Ik rijd het toch langs. Doe je vinger maar zo. Zo. Hij wil gewoon een wiel. Ik wil hem ook gewoon op zo op je hand leggen. Hallo. Het is leuk. Kan hij wel bijten? Nee, joh. Niemand. Wat doe je? Moet je kijken, zijn wekkie. Waarom doet hij zijn ogen een beetje dicht? Ja, omdat ik met zijn vinger in zijn oog zit, dat vindt hij niet zo heel lekker. Lijkt me wel een beetje plezierig. Ja, wil je hem aaien? Ja. Mami. Hallo. Hij kijkt naar mij net. Hij kijkt net een beetje zo naar mij. Ik wil ook kaas dan. Hallo. Papa, na de dieren ga je gelijk. Zo. Mijn juffrouw heeft kip. Ja? Zo eng is ze niet, toch? Ja, ze wil even van de kijk, de kip gaat even lekker liggen. Jasper, wij willen gaan bouwen. Kijk, dat is mij. Ja? Wil je, ga jij zo komen dan? Dat is mij. Dat mag jou. Eén per dag. Voor 24 uur zijn ze ermee bezig. En zij wordt wel eens broed. Dus dan wil ze op de eieren blijven zitten. En dan leggen ze niet als ze broed zijn. Dus soms hebben we geen eieren. Het is een beetje koffie. Mooi, ja. En heb je ook gezien, hij heeft ze hele gekke mooie zwarte veertjes met een bruin randje. Zie je? Nou, die is er ook. Oh, kip wil even de benen strekken. En hier heeft ze een hele zwarte veer, of een halve, kijk, zie je? Hier heeft ze een bruine en een zwarte. Hier. Mooi, hè? Zie je? Ja, dat is mooi. Kijk, kan je wel de vleugel laten zien? Wow, de onderkant is mooi. Kijk,
Vind je het mooi? Ik vind juist leuk. Zwarte kleuren. Ik heb een vraag. Hoe kunnen kippen eigenlijk niet vliegen? Omdat kippen die wegen best wel zwaar. Dus het lichaam is zwaarder dan de vleugels kunnen dragen. Net zoals een struisvogel, die kan ook niet vliegen omdat die te zwaar is. Alleen kleine kippetjes zoals de kuikens die we net hadden, die hebben nog grotere vleugels en die zijn wat lichter. Dit in. Elke keer als ze van mijn huisdier doodgaat, mag ik weer een nieuwe. Oh, dat scheelt. Dat mag hier ook gelukkig. Ik mag ook altijd een nieuwe kip als er eentje doodgaat. Echt een beer. Wat is dit? Ja, kijk, hier zit een beetje 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 Konijntjes zijn eigenlijk helemaal geen knuffeldieren. Hè? Die willen gewoon lekker rennen en lekker graven. Ik vind het helemaal niet zo leuk om daar even vastgehouden te worden. Ik ga wel niet. Jawel, hij is wel lief. Wat doet hij? Alleen. Ja, voor konijnen? Ja. En toen zagen we opeens een konijn. En dan de konijn. Die kunnen toch ook proeven? Ja, die kunnen ook.